Studenten en bijbaantjes horen bij elkaar. Vandaag heeft Kishira een pikant klusje. Ik ga naar werk. Ik heb vandaag een clipopname van de kraaien in Den Haag. Ik heb er zin in. Hey, welkom. Ik ben freelance gewoon ingeschreven bij bureaus en daar werk ik dan voor. Verschillende dingetjes, dansen of zulke dingen, proceswerk. Ik weet dat ik iets op het skippiebal moet doen, dat ik en gewoon leuk moet zijn, mooi moet zijn. Ik heb wel een sociaal leven, maar ja, door school en zo zie je natuurlijk wel je vriendinnen of je familie niet veel. En omdat ik dan ook nog werk, maar dit is voor mij echt gewoon even weg van school en even, ja, gewoon lekker mijn eigen ding doen. Daar haal ik heel veel energie uit. We zijn ongeveer 8 uur begonnen, denk ik, dus ik zit nu ongeveer 2 uur, 1,5 uur in haar en make-up. De Barbie is klaar. Nou, bijna. Ik moet nog omkleden. Maar haar, make-up, een strik in. Het zit allemaal. Ik vind je lekker. Je bent een lekker ding. Je bent zo heet. Het ziet er echt op met je gek uit, joh. Nou, Kishira ziet er te gek uit. Sexy. Ja, dit vind ik leuk, ja. Koppen. Koppig sexy, inderdaad. Dat is leuk. Kikken, zeg. Hey. Ik vind je lekker. Je bent een lekker ding. Je bent zo heet. Ja, daar ben je. Ja. Dan mag je nu nog iets meer rijden aan. Ik vind je lekker. Gek. Yes. Lekker Kishira. Zo wijs leuk. Kishira is een natuurtalent in sexy bewegen en humoristisch zijn. Dat is gebleken. Lekker. Lekker hoor. Woe. Krijg nou niks. Oh yeah. Woe. Oh yeah. Woe. Ja! Die post is ook heel vet. Ik vond het echt super mooi, dat is genoeg. Het gaat goed en volgens mij is iedereen heel tevreden. De regisseur kwam net al naar me toe dat hij tevreden was. Dus dat is natuurlijk wat ik moet doen, dat is mijn taak. Dus het gaat eigenlijk heel goed en ik vind het heel leuk. En iedereen is super lief en ja, helemaal leuk. Ik wil haar gezicht zien. Okay. Ja, we doen nog eentje. Maxi. In Nuenen is het grote moment.